Dames en heren, wij staan hier nu op de Putselaan, Rotterdam-Zuid, voor het voormalig klooster van de Broeders van Sint-Louis. Een locatie waar op 10 mei 1940 toch wel een vrij dramatisch incident heeft plaatsgevonden. Het klooster hierachter, gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw, van de katholieke organisatie, de Broeders van Sint-Louis, vooral gericht op onderwijs van katholieke jongeren, jongens en meisjes. En dus bij het klooster, waar 22 broeders zaten in mei 1940, waren ook diverse scholen waar ook les werd gegeven. Nou, met de dreiging van de oorlog, mobilisatie, dat heeft voor de broeders geen verschil gemaakt. Ze zijn gewoon doorgegaan met lesgeven. Dat wordt dramatisch anders op 10 mei 1940. Dan landen in de vroege ochtend van die dag Duitse troepen op vliegveld Waalhaven, veroveren dat en komen dan snel deze kant op om via de Brielselaan, Maashaven Oostkant, naar de Maasbrugge op te rukken. De Duitse troepen die hier komen, een deel gaat dus langs de Maashaven en een deel wil rechtdoor via de Putselaan. En komt dan hier ter hoogte van het klooster onder vuur te liggen van Nederlandse troepen die stellingen hebben geïmproviseerd ter hoogte van de Paul Krugerstraat en de hoek met de Putselaan. Daarbij vallen Duitse slachtoffers, die komen hier op de straat te liggen, een gesneuvelde, een paar gewonden. En de Duitsers hebben de indruk dat het vuur afkomstig is van het klooster. En zij denken, daar zitten dus Nederlandse militairen, daar moeten we tegen optreden. Zij gaan naar het klooster. De broeders hebben zich keurig netjes teruggetrokken in het klooster. De deur op slot gedaan. De Duitsers bellen aan. Maar ja, dat wordt niet open gedaan. Dus vervolgens wordt met geweerkolven en ander materiaal wordt de deur ingebeukt. En de Duitsers komen het klooster binnen. De broeders, 22 zoals gezegd, hebben zich inmiddels teruggetrokken in hun kelder. En verblijven daar. En de Duitsers ontdekken dat zij in die kelder zitten en dragen ze op om naar boven te komen. Dat doen ze, maar dan schrikken de Duitsers waarschijnlijk van het grote aantal. 22 man hadden ze niet op gerekend. En om de broeders die nog in de kelder zitten een beetje tot snelheid te banen, wordt er een handgranaat de kelder in gegooid. Nou, die ontploft, 1 dode, aantal gewonden. En ook de hond. Een Duitse herder komt daarbij om het leven. Vervolgens worden met een aantal broeders worden door de Duitsers het hele complex uitgekampt op zoek naar de vermeende Nederlanders. Ja, die vinden ze niet. Maar gelijktijdig liggen daar nog steeds die Duitse gewonden op straat. En daar moeten geholpen worden. Dan worden de broeders gedwongen met geweren in de rug om naar buiten te gaan om die gewonden naar binnen te halen. Als ze dus naar buiten komen in hun habit of in hun pij, zijn ze niet herkenbaar als gewondenverzorger, want ze krijgen geen rode kruisband. En de Nederlandse troepen die hier nog steeds zitten, die zien ineens weer mensen in een soort uniform naar buiten komen. De geruchten zijn erg sterk geweest in die periode van Duitse militairen die verkleed zijn, onder andere als broeder. Dus men ziet aan de ene kant dat ze Duitse militairen naar binnen zien gaan. En vervolgens komen weer die mannen naar buiten, verkleed als broeder. Nou, dus die worden onder vuur genomen door die Nederlandse troepen. En bij dat incident, onder dat vuur, sneuvelen de abt en nog een broeder. Maar de anderen slagen er wel in de verwonden naar binnen te krijgen. Nou ja, daar zijn nog steeds vroeg in de ochtend van 10 mei 1940. De gewonden worden zo goed mogelijk verzorgd in het klooster. Er is zelfs een pastoor van een nabijgelegen kerk die onder vuur, Nederlands vuur, ook hier naar binnen komt om een deel van de gewonden het heilig oliesol te geven. En ook voor degenen die dat willen, zowel de broeders als de Duitse militairen, de sacramenten af te nemen. Men verzorgt ze zo goed als kwaad gaat. Aan het eind van de middag, of in de loop van de middag van 10 mei, zijn de gevechten in deze omgeving voorbij. En dan komt er een bus van het Nederlandse Rode Kruis. Die haalt de gewonden op, de Nederlanders en de Duitsers. En die worden naar het Zuiderziekenhuis gebracht. En daar worden ze dan verpleegd tot ze weer hersteld zijn.
Van de 22 broeders die in het klooster aanwezig waren, sneuvelen er vier. Vier raken er zwaar gewond en vier raken er licht gewond. De vier gesneuvelde broeders zijn begraven op de begraafplaats van de kloostergemeenschap van Saint-Louis in Oudenbosch in Brabant.